Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 5 september als het goed is. En het is nog best wel vroeg, want ik ga nu naar werk toe. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Het wordt vandaag echt mega warm, maar ik heb nu even een blazer eroverheen. Maar dan voelt het gelijk zo'n outfit alsof ik naar de toppers ga. Maar in ieder geval, ik heb vandaag dus weer mijn eerste werkdag van de week. Van mijn derde week alweer op school van groep 6. En vandaag hebben we ook de startviering. Dus gaan we met de hele school samen liedjes zingen en wensen voor het nieuwe jaar. Dus daar heb ik een poster voor gemaakt met de kinderen. Die zal ik zo eventjes laten zien. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is inmiddels maandagavond. Ik heb gisteren... Oh nee, ik ben vandaag een nieuwe vlog begonnen. Ik heb vandaag niet zo heel veel gefilmd. We hadden vandaag de startviering, was heel leuk. En morgen heb ik de eerste ouderavond. Een soort informatieavond. En ik ben nu even mijn tas aan het uitpakken. Ja, vanavond een beetje op tijd slapen en dan... Morgen zal ik wel even weer wat laten zien in de klas. Oh, ik was mijn camera aan het zoeken. Echt, ik ben er niet bij met mijn hoofd. Maar in ieder geval, ik ga nu even mijn spullen pakken en dan zien jullie mij morgen. Good morning, het is vandaag zaterdag. En ik heb deze week niet zoveel gefilmd. Ik heb ook besloten dat ik gewoon lekker ga filmen wat ik wil. Want anders zit er weer zo'n druk achter. Het is echt nog best wel vroeg. Het is namelijk 9:10. Maar ik heb om 10:00 een afspraak bij de kapper. En ik ga weer naar Evie toe. Want vorige keer, ik denk dat dat april of zo was. Geen idee. Was ik dus ook bij haar geweest. En ik was er echt zo blij mee. En mijn haar kan echt wel even een beurtje gebruiken. Want ik heb best wel veel uitgroei. En de puntjes zijn wel echt heel dood. Dus ik ga zo naar haar toe. En dan ga ik waarschijnlijk gewoon de vlog van deze week en volgende week gewoon lekker aan elkaar plakken of zo. Dus ja, het wordt weer een beetje truien weer. Dus ik ben helemaal blij, want ik hou echt van om lekker truien te dragen. Dus ik heb vandaag lekker een trui aan gedaan. Misschien voor vandaag nog iets te warm. Maar maakt me niet uit. Ik ga het gewoon lekker aandoen. En ik ga dus zo met de auto daar naartoe. Gisteren had ik een lekke band en ik was echt zo chagrijnig. Mijn auto had dus een lekke band. En een tijdje geleden was het een andere band die lek was. Dus ik was echt zo vervelend. En ik heb ook nog een pakketje gekregen. Dus die ga ik ook eventjes aan jullie laten zien. En ik heb even de Dior lipgloss opgedaan. Dat is echt mijn lievelingslipgloss. Dus ik ben ready voor vandaag. Nou, nog even parfum op eigenlijk. Ik weet niet wat erin zit. Oh, geen idee wat dit is. Is er een kaartje bij? Dit zit erin. Heel leuk doosje. Oh, een haarserum. Dat kan ik wel gebruiken. Lekker toepasselijk als ik zo naar de kapper ga. En zo. Oh, heel mooi. Kijk deze verpakking. Echt prachtig. Een nieuw haarserum. Heel leuk. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die zal ik in beeld zetten. Op de Keune producten. Ja, ik ga even mijn tas pakken. En dan ga ik. Ik ben dus net terug. En het is echt mega mooi. Het is echt zo mooi weer gedaan. Ik ben echt helemaal blij. Het licht in de auto is niet zo best. Maar ik zal het straks thuis eventjes laten zien. Echt helemaal happy daarmee. Love it. Dus ik ga lekker weer blonde winter in. En de herfst. Helemaal blij. En ik ga nu weer eens naar huis. Dus wel weer even een stukje rijden. Maar dat heb ik er zeker voor over. Dus ik zal even in beeld zetten waar ik ben geweest. Oké, ik ben weer thuis van de kapper. En het is echt zo mooi. I love it. Ik hoop dat het licht een beetje duidelijk is. Maar ik ben er echt... heel blij mee. En ik ga nu even me omkleden, want het is best wel heet. Even mijn huis opruimen en dan verder nog een beetje chillen. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 19 september alweer.
Jeetje, de tijd gaat zo snel. En het is vandaag een nieuwe week. Ik heb echt mega veel zin om een vlog voor jullie op te nemen. Dus ik ben heel benieuwd of het deze week wel gaat lukken. Ik heb deze week diploma uitreiking. Ik ga natuurlijk weer gewoon de hele week lesgeven. Wat leuke pakketjes. Dus het gaat echt een hele leuke weekvlog worden. Het is nu 7:30. Ik zit in de auto. Ik ga nu naar werk toe. En ik ben benieuwd hoe groep 6 deze week is. Vorige week was echt een topweek. Ze waren echt zo lief. En we hadden vrijdag echt een hele leuke circusdag. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan vinden. Ik ga in ieder geval nu even naar school rijden. Ik ben in de klas. Ik had vanochtend mijn haar gefund. Heftig. Dit is de planning voor vandaag. Dus ik ga het heel eventjes op het bord hangen. We gaan rekenen, spelling, breitlezen, Engels, taal, blink. Dus daar gaan we aan beginnen. Oké, het is inmiddels maandagavond. Ik heb net bij mijn ouders gegeten, dus ik ben echt best laat thuis. En ik ga even mijn camera opladen, want ik zie dat die leeg is. En dan kan ik morgen een beetje filmen. Ik ga vandaag eigenlijk niks speciaals doen. Ik ga zo Holland's Next Topmodel kijken, denk ik. En alvast mijn kleding klaarleggen voor morgen. Dus dat. En verder ga ik niet zoveel bijzonders doen. Ik moet ook echt dit opruimen. Maar ja, andere keer. Het is vandaag dinsdag. Ik moet nog steeds mijn camera opladen, dus dat ga ik zo doen. Ik ben nu op school. Ik ga even inloggen. Zo, en vandaag gaan we beginnen met rekenen. We hebben een dictée, maar we gaan ook muziek doen. En met muziek gaan we een muziekles doen voor de kinderboekenweek alvast. Alvast even het liedje oefenen. Want dit jaar gaat de kinderboekenweek over giga groen. Dus dat zal ik eventjes laten zien. Wij gebruiken daarvoor 1, 2, 3 zing. Nou kijk, dit is dus het nieuwe thema. En dan kan je zo het liedje aanklikken en dan gaan ze het zingen. Ben benieuwd. Bij zin nummer 2. Het begint met een hoofdletter en het eindigt met een punt. Nee, je moet bij zin 2 schrijven, jongens. Bij zin, ja, bij de 2 schrijf je nu zin 2. Dat ik verwaand of eigenwijs ben. Dus bij zin 2. Het is flauwekul dat ik verwaand of eigenwijs ben. Oké, nummer 3. Bij deze bedrijven mag je tijdelijk een gave opleiding volgen. Bij deze bedrijven mag je tijdelijk een gave opleiding volgen. Schrijf op bij deze bedrijven. Bij deze bedrijven. 4. Bij zin 4. Dit is een veilig gebied voor de eland. Dit is een veilig gebied voor de eland. Ik ben weer thuis. Ik heb me even omgekleed in dit jongenspak van de Zara. En Floor is nu onderweg hier naartoe. Want zaterdag is het 21e diner van Vos. En wij moeten dus nog even wat dingen voorbereiden. Dus dat gaan wij zo even doen. Zo, die klok is irritant. Dus ik wacht even tot Floor hier is. En dan gaan we zo eten bestellen. En dan gaan we daaraan zitten. Het is vandaag woensdag. Gisteren hebben Floor en ik dus aan dat 21 diner gezeten. Is gelukt. Ik heb vandaag moet ik weer werken. En na school heb ik dus mijn diploma uitreiking. Echt mega veel zin in. Ik heb vandaag deze trui van Lovies. Echt lekker warm. En een hele fijne trui. Ik ga heel snel even ontbijten. En dan ga ik richting school. Want ik moet eigenlijk een klein beetje opschieten. Oké, gaan we verder. Tel verder met sprongen van 1 vanaf 1585. 1585. Dank u, 86. Ja, 1687. Tel terug met sprongen van 1. Ja, heel goed. 1809, sprong terug. Hier moet je van klein naar groot. Je kijkt altijd eerst. Hoe ga je dit doen? Hoe ga je dit van klein naar groot zetten? Als je klein wil, dan moet de kleinste waarde moet vooraan staan. Ja, in dit geval inderdaad. Je kijkt eerst naar de duizendtallen, dus je kijkt eerst naar de 1, maar die is overal 1.
Dan kijk je naar de 100-tallen, die is overal een 7. Dan kijk je naar de 10-tallen. Ja, de 10, heel goed. Dus die komt vooraan. En welk 10-tal is daarna het laagst? Dat doe je eigenlijk bij oefening 1 de hele tijd. Van klein naar groot. Je begint vooraan met kijken naar de 1000-tallen, dan naar de 100-tallen, dan naar de 10-tallen en dan naar de 1-tallen. Bij oefening 2, tel verder en tel terug. Nou, in het midden staat 2000. 2000. Gaan we eerst even terugtellen. Terugtellen. Dat... 1 minder. Welke komt er dan? 1 minder. Ja, heel goed. 1999. Heel goed. 1998. Oké, het is inmiddels woensdag 4 uur. Vandaag had ik wel gefilmd, toch? Ja. Oh ja, ik had zelfs op school een beetje instructie gefilmd. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik moet nu heel snel mijn make-up er afhalen en het opnieuw doen. Want ik heb vanavond mijn diploma-uitreiking. En ik moet me dus nog gaan omkleden. Ik weet eigenlijk dus nog steeds niet wat ik aan wil. Maar ik denk maar gewoon dat ik een zwart jurkje aan ga doen. Want dat is altijd goed. En ja, dus ik moet mijn jurkje nog klaar doen. Ik moet nog mijn make-up doen. En dan heb ik dus straks mijn diploma-uitreiking. Gewoon op de hogeschool in Leiden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik had vandaag al wat zelfbruiner opgedaan. Dat zie je volgens mij ook wel. Dus dat is top. In ieder geval, ik ga dus nu even mijn make-up doen en dan... Oeh, je ziet hier wel vlekken. Nou, ik moet mijn nek goed meenemen. En ik denk dat ik dus zwarte laarzen aan ga doen. Maar wel blote benen. Ik wil ook wel heel graag een gekleurd jurkje aandoen, maar... Ik weet niet, zwart is gewoon altijd goed of zo. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ja, ik ga dat gewoon doen. Oké, ik heb me klaargemaakt voor de diploma-uitreiking. Ik heb gewoon een zwart jurkje aan met deze laarzen. Heel simpel, ik heb nu even mijn blazer eroverheen. En ik had dus nog een pakketje, dus ik dacht, die laat ik eventjes aan jullie zien. Ik heb namelijk een pakketje van Come Get Fashion. Zit hierin, ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Er zitten namelijk ook laarzen in en ik ga ze even passen. Misschien doe ik die eerder aan dan die ik nu aan heb. Er zitten namelijk gewoon helemaal zwarte laarzen in. Ik ga ze er even uithalen. Kijk, dit zijn de laarzen die erin zitten. Echt mega mooi. En ik heb ze dus in een maatje 38. Ik ga hem gelijk even passen. Want ik denk dat ik dan die aandoe. Nou, ze zitten dus echt helemaal goed. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ga heel even in de spiegel kijken. Oké, ze zitten echt perfect. Dus dat is echt top. En ik had nog 2 items. Ik had namelijk een mega leuk giletje gezien. Een teddy gilet. Kijk, namelijk deze groene. Echt mega leuk. Dus die ziet er zo uit. Kan er gewoon overheen doen. Heel leuk deze. Oh, en er zit ook nog een pak in. Ook even laten zien. En daarbij zit dus een soort... pantalon, maar deze heeft dus heel veel elastiek, waardoor je hem dus met heel veel maten zou moeten kunnen passen. En een bijpassende blazer. En zo'n pak is natuurlijk altijd gewoon fijn. Kijk, gewoon met een oversized blazer. Dus dat is deze. Ik ga ze deze week wel even ergens aandoen. Ja, moet je kijken. En met een strik eromheen. Ja, dat wel. Je mag gaan zitten. Oké, ja, en dat is het meteen. Dus Paul is net bevallen van de zoon. En dus die is met zijn hoofd gewoon in de wolken. En soms slaapt hij heel lang niet en zo. Dus dan, en dan vergeet hij dingen. Dus van, je krijgt de groeten van Paul. Ja. In ieder geval. Ja. Van harte. Ook van Julian. Dat is zijn zoon. Waar sta je? Janette. Janette heeft. Die is de referende eend in de wijk hier. Jullie hebben allemaal sportklas gedaan. Zij heeft kunstklas gedaan. En dat is wel heel mooi, want kunstklas, dan kan je samen, en je hebt ook nog de Marne Bewegingsonderwijs gedaan. Dat komt niet heel veel voor, maar het is wel heel goed als je de kunstklas gedaan hebt en je hebt de Marne Bewegingsonderwijs gedaan. Dan ga je het bewegen samen met bijvoorbeeld met de muziek verbinden. En dat is allebei heel erg hard nodig, en dat weten wij met z'n allen gewoon, het is heel erg hard nodig om goed onderwijs te geven aan de kinderen en te zorgen. En je hebt bij de kleuters je LIO gedaan.
En je bent nu in groep 6? Ja. En wij zitten altijd te hamer op specialisten. Je bent specialist, je hoort kinderen, dan kan je dat allemaal. Gelukkig is jullie getuigschrift en niet jullie diploma. Je getuigschrift zegt, je bent groepsleerkracht, je bent Bachelor of Education. En dat bewijs jij nu ook. Ik ben groepsleerkracht en ik heb al specialisatie op kleuterstraat. Ja, nou doe ik gewoon groep 6. Hoppakee. Dat is helemaal klaar. Ah, wat zonde. Ik vind dat het leukste volk wat er is. Hey, dat is hartstikke goed. Je hebt gelukkig ook het bewegen hoog in het vaandel. Maar bijvoorbeeld ook dus die muziek en die samensmelting daarvan. Dat is hartstikke goed. Loopt dat ook wel bij groep 6 of niet? Ja. Ja, als je zelf erin gelooft, dan doen ze het wel. Ja, ja. Ja. Ja, dat is met al het onderwijs denk ik zo. Ja. Dus als je denkt van nou, wat ga ik nu staan te doen? Dan? Maar dansen, dat is wel nog lastig hoor, in groep 6. Dansen ja. In groep 6 is... Ja. Ja, je hebt bij Monique, jullie hebben allemaal bij Monique en Paul geleerd van staan in de etalage. Ik sta heel hartelijk gefeliciteerd. Dank je. En nu mogen er nog meer foto's gemaakt worden. je moet van alles tekenen. Ja. Goedemorgen, het is vandaag alweer donderdag en gisteren had ik dus mijn diploma-uitreiking. Het was eerst in zo'n hele grote zaal en dan was er een algemeen praatje en daarna gingen we in lokalen en dan kregen we daar ons diploma. Ik vond het wel leuk gedaan. En ik heb als het goed is ook een klein stukje gefilmd, dus dat is wel leuk om te zien. En daarna ging ik nog even met mijn moeder en met de fam even gezellig wat drinken. En ik heb dus hele leuke nieuwe schoenen gekregen. Heel blij mee, ik heb ze vandaag ook aan. En ik ga nu weer natuurlijk onderweg naar werk, dus ik ben weer onderweg. Ik ben wel echt best wel moe. Ik heb niet zo heel goed geslapen, dus dat is natuurlijk een beetje vervelend. Maar ja, ik ga er gewoon het beste van maken. We hebben gisteren de taaltoetsen gedaan. Ze waren wel redelijk gemaakt, behalve de persoonsvorm. Het onderwerp was echt lastig. Dus ik heb nog niet alles nagekeken, dus ik dacht ik ga gewoon vandaag de persoonsvorm en het onderwerp oefenen. Aangezien iedereen dat moeilijk vond. Dus ja, dat ga ik zeker. Het is inmiddels donderdagavond. Ik weet niet wat ik vandaag heb gefilmd. Niet zoveel volgens mij. In ieder geval heb ik mijn joggingpak aan. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik was tot heel laat, was ik nog aan het werk. Zo. En ik ben nu even gewoon wat in elkaar aan het flansen. Wasje aan het draaien met te veel sop, zie ik nu. En mijn kamer, mijn huis is echt een ravage. Ik had dus vandaag mijn nieuwe schoenen aan. Ik ben er echt zo blij mee. Ze zijn echt mega leuk. En ik heb deze schoen dus ook nieuw. Ook echt heel leuk. Maar dit moet ik echt gaan opruimen. Want het is echt een troep. Maar dat komt. Ik ga in ieder geval nu even lekker eerst wat eten. Oké, Denise is hier. Maar we gingen dus een Xenos pakket ophalen. Het was echt niet normaal. Dit en dan dit. En dan hier zo. Nou, de ladder hebben we er alvast uitgehaald. Maar we gaan dus nu even dit kastje in elkaar zetten. Het nachtkastje. Oeh, Teddy. Oké, good morning. Het is vandaag vrijdag. Laatste werkdagje van deze week. En gisteren was ik hier dus met Denise. Het was echt super gezellig. En we hebben dus wat Xenos dingen in elkaar gezet. Want er komen dus twee echt hele leuke video's. Eén op mijn kanaal, één op Xenos kanaal. Misschien staan die al online. En ik heb me even omgekleed. Ik heb deze blazer aan en dan heb ik van die lange laarzen aan. En ik ga zo naar school. Ik moet nog echt een beetje voorbereiden. Want ik was gisteren heel lang bezig met nakijken. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu snel mijn lunch en zo pakken in mijn tas doen. En dan onderweg naar school. Het is vandaag zaterdag. Ik zit in de auto en ik voelde me de hele dag echt mega slecht. Ik voelde me echt heel ziek. Maar ik heb nu het 21 diner van Vos. Dus daar kunnen we zeker niet ontbreken. Dus ik heb er even wat paracetamol in gegooid. En we gaan er best van maken. Ik voel me wel echt zo slecht. Och. Maar in ieder geval, het thema is herfstkleuren. Dus ik heb een bruin jurkje aan hieronder. En ik ga nu snel Floor ophalen. En dan gaan we onderweg, want we zijn al laat, want ik ging ook nog in glas staan en oh, ik heb echt een rot dag, dus dat. Het is vandaag zondag. Gisteren had ik het 21 diner van Vos, was echt super leuk, maar voelde me echt zo slecht. Het gaat nu gelukkig iets beter. Gaat het perfect? Nee, wel iets beter.
Ik heb me klaargemaakt, want ik ga echt na een hele lange tijd weer eens een keertje foto's maken samen met Donna. Dus ja, ik heb net mijn make-up gedaan. Mijn haar is gewoon wit. Hij was het. En ik doe een heel klein beetje droogshampoo in. Ik gebruik dus deze, maar ik vind hem eigenlijk niet heel fijn. Maar ja, droogshampoo is droogshampoo. Zo. Dus ik ga zo met Donna foto's maken. En ik was dus mijn huis een beetje aan het schoonmaken. Nou ja, daar was ik mee bezig. Dus daar ga ik dan daarna mee verder. Zo. Eerst even nog een TikTokje opnemen. Dat moet ik ook nog even doen. Ik heb dus net het hele huis gedweld. Maar ik ga even die spullen nu weer terugzetten. En ik heb dus hier die nieuwe spiegels gehangen van Xenon. Echt mega leuk. Maar ik ga in ieder geval heel even alles terugzetten. Nu lijkt mijn haar gewoon wit. Op de camera? Ja. Donna en ik zijn foto's aan het maken. We hebben al. Ik heb nu mijn vierde foto al. Het gaat echt goed vandaag. Ik ben na 10 jaar eindelijk een keer in de vlog. Ja, eindelijk. She's back. En ik heb dus nu een jurk aan van Most Wanted. En hij is echt mega mooi. Wacht, ik ga hem even laten zien. Zo. Kijk. Echt prachtig. En we hebben hier dus heel mooi licht. Dus we gaan nu hier lekker foto's maken.